Hallo, beste YouTubers. Dus ik wou het even hebben over verslaving specifiek. Op mijn videootje hier op dit kanaal CryptoCrunnabis kan je zien hoe ik de legislatie aanpak van hoe het in België geregeld wordt met cannabis. Maar dus om specifiek rond verslaving met cannabis te werken. Hoe ouder je wordt, hoe beter je grenzen je kent, hoe minder je ook nodig hebt en gebruikt. Als je jong bent, smoor je 25 gram gemakkelijk op in een dag of een week. Als je wat rustiger bent, zoals iedereen die dus niet van de cannabis kan blijven. En natuurlijk, als je iets te bewijzen hebt qua werk of familie, dan kan je jezelf terughouden of zit er een rem op. Maar ben je alleen, zoals vele mensen zijn? All those lonely people, where do they all come from? Maar het maakt niet uit. Dus het is antidepressiva. Is het verslaving? Is het. Werkt het tegen pijn of is het verslaving? Werkt het tegen eenzaamheid of is het verslaving? Werkt het voor de inspiratie of is het verslaving? Nou, weet je wat? Hier in Brugge maken ze er dus wel een punt van dat risk assessment heet in het zaaltje waar ze dus je berechten. En langs de ene kant zit een langharige hippie en langs de andere kant iemand die de stelling verdedigt dat cannabis dus. Een risico-inhoud, maar natuurlijk, als je als tegenstaande van de cannabis al zo lang geïndoctrineerd zijn, stellen ze ook de andere kant voor als iemand die in een harnas zit. Dus nog eens, iemand, de risk assessment wordt verdedigd door oude technieken en oude wetenschap. Het wordt er gewoon niet aan voortgedaan, want anders zijn ze hun werk kwijt. En zoals ik ook al zeg. Dat waarschijnlijk de collapse van Europa vanuit menen begint. Wel ja, hoe ver kan een collapse gaan? Zoals iedereen zich in de rits van de lockstep bevindt. Het wordt gewoon uit en voortgeritst. De toekomst zal zich uitbreiden voor zij die mee kunnen in het denken rond cannabis of niet. Er zullen altijd probleemgebruikers zijn in alle lagen van de bevolking. Weet je wel. Er wordt ook gezegd dat chirurgen soms cocaïne gebruiken om hun vaste hand te houden wanneer ze opereren. Waarschijnlijk dat dat ook wel schering en inslag is in sommige gevallen van chirurgen of anderen die dat zo zeggen of doen, weet ik veel. Het punt is gewoon van dat ik hier moet ophouden. En hopelijk heeft het enigszins jouw denken wat in een andere richting gezet omtrent cannabis of niet. Maar ik blijf natuurlijk vooral de activist. En dat was nog het puntje dat ze hier wel berichten van mij om in tweede opname van 40 dagen. Dat ze zeggen: maar ja, kijk, langs de ene kant is het zijn psychose. En langs de andere kant, als activist, is het zijn denkwereld. Dus wat is het, of zijn overtuiging, zijn psychose, zijn overtuiging. Maar ja, kijk, de keer dat je 45 jaar bent, dan weet je al genoeg. Als je tenminste een geheugen kunt onthouden, zoals ik dat doe, door veel te schrijven. Als je veel schrijft, onthoud je veel. En je kunt ook beter de dingen verwerken. Wel, natuurlijk kan ik mijn stelling volledig verdedigen daaromtrent, dat het al lang geen psychose meer is. Maar de psychose bestaat er wel in dat hogere krachten vanuit de denkwereld, vanuit het universele geweten, mij verplichten van in sommige acties over te gaan die dan een levende psychose is. Wel, laat ons zeggen dat ik het hierbij houd en dat was een rant.